Wij hebben in de camper een lithium-accu zitten. En een lithium-accu heeft een aantal voordelen ten opzichte van de traditionele accu's, zoals de gel-accu's en de lood-accu's. En over die voordelen wil ik het graag even hebben. Dan gebruiken wij de accu in combinatie met een zonnepaneel. En dat is ook een ideale combinatie, zeker met dit weer zoals nu, strak blauwe lucht. Dan kun je optimaal profiteren van zonne-energie. Ik begin even met wat mij betreft het belangrijkste voordeel. Een lithium-accu kun je volledig laten ontladen, dus je kunt hem helemaal leegtrekken zonder dat hij daarvan kapot gaat. En dat is bij een gel of een loodaccu natuurlijk anders. Voordeel daarvan is dat je met een kleinere capaciteit accu eigenlijk net zoveel stroom kunt verbruiken als met de grotere accu's die je gewend bent. Wij hebben een accu van 77 ampère en tot nu toe hebben we daar voldoende vermogen aan. Ander voordeel is dat zo'n accu veel langer meegaat dan een conventionele accu. Je kunt wel tussen de 1000 en 1500 laadcycli met die accu realiseren. En dat is natuurlijk best meegenomen. Het gewicht van de lithium accu, ook heel belangrijk. En dat is een stuk lager dan bij de traditionele gel of lood accu's. En in camperland is het natuurlijk prima als je zo weinig mogelijk gewicht bij je hebt. Het is een mooie kleine compacte accu, zit bij ons onder de stoel. Wat ik ook een hele handige functionaliteit vind in de accu die wij hebben, is dat er Bluetooth aan boord zit. En we hebben een app en daarmee kun je exact de hele status van de accu in de gaten houden. Je kunt zien hoeveel laadvermogen die nog heeft. Je kunt zien hoe vol die opgeladen is, ontladen is, hoe vaak die al geladen is. Maar je kunt ook zien of die aan het laden of aan het ontladen is en hoeveel. En dat vind ik een hele handige functionaliteit. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van een zonnepaneel en dan kan ik altijd zien of die op dat moment voldoende aan het laden is. Als je 's avonds stroom gaat verbruiken, dan kun je per apparaat wat je aanschakelt, kun je zien hoeveel ampère dat kost op de accu. En dan kun je dus heel exact je stroomverbruik in de gaten houden. We staan hier in Frankrijk, het is prachtig weer, strak blauwe lucht, hoogzomer, dus de ideale omstandigheden voor de zonnepaneel en de accu opladen. En dat lijkt mij een mooi moment om eens even te laten zien in deze video hoe de cyclus in een hele dag eruit ziet van onze accu. We zijn dus niet aangesloten op stroom, we zijn volledig afhankelijk van de boordaccu. En we gaan eens even kijken hoe we de 24 uur hiermee door kunnen komen. Ik heb de app geopend op mijn telefoon en je kunt zien dat de accu op dit moment 100% geladen is. Het is op dit moment 1:30 middags en hoogzomer dus. En dat betekent dat er een maximale opbrengst van het zonnepaneel is. Maar we hebben de accu al vol, hij zit al op 100%, dus het zonnepaneel kan doen wat hij wil, maar er wordt verder niks meer opgeladen. Nou, dat is natuurlijk zonde. De energie die we de rest van de dag nog zouden kunnen krijgen, gaan we zeker opslaan. En dat ga ik op de volgende manier doen. Ik ga kijken welke apparaten we allemaal op dit moment nog kunnen opladen. Telefoons, tablet, camera's natuurlijk. Een laptopje heb ik bij me. En die gaan we zorgen dat die vanmiddag allemaal nog op 100% komen. Het is nu 9 uur en tijd om zo langzamerhand naar binnen te gaan. De accu is nog steeds op 100% gevuld. En we gaan zo meteen wat stroom verbruiken. We gaan lampen aandoen, we gaan de televisie aandoen. En dan ga ik even laten zien op de app wat dat voor invloed heeft. Ik zit bewust even in het donker, omdat ik even ga laten zien wat er gebeurt als ik een apparaat ga inschakelen. Ik heb de app even hier voor me. Zoals je kunt zien is die nog op 99%, maar hij is al wel aan het ontladen. Discharging zie je links onderaan staan. Als ik naar het volgende scherm ga, dan zie je dat hij op dit moment met 0,8 ampère aan het ontladen is. Dat betekent dat ik al een stroomverbruiker heb. En dat kan kloppen, want de schotel staat al aan, de televisie nog niet. En er wordt een iPad opgeladen. Ik ga nu laten zien wat er gebeurt als ik bijvoorbeeld een lampje bijschakel. Er staat nu één lampje aan. Die doet nog niet zoveel, dat is een heel klein lampje. Je ziet het maar met 1 ampère oplopen. En nu zelfs weer even terug naar 8 ampère. Nu ga ik nog een lampje bijschakelen. Duurt altijd even en hier zie je direct al dat hij 2 ampère aan het ontladen is. Dan ga ik nog een lampje bijschakelen. En inmiddels wordt al met 3,2 ampère de accu ontladen. En nu ga ik de televisie aanzetten. De televisie start op en je ziet gelijk dat ook het verbruik weer op gaat lopen. Nou, zo kun je precies in de gaten houden met welke snelheid je accu aan het leeglopen is. Dat is op dit moment 5 ampère, 5,1 zelfs. En stel dat we nu niks zouden doen, dan kun je dus rekenen van het begin, we hebben nog 77 ampère, gedeeld door 5, en dan weet je het aantal uren
dat je in principe nog met je accu verder zou kunnen gaan. Zo, ik heb even een lampje erbij aangedaan. Het is bedtijd, het is na 11 uur. En we gaan de lampen uitdoen en alle stroomverbruikers gaan uit. En de status van de accu op dit moment bij het naar bed gaan is dat er nog 86% aan stroom in zit. Ik laat het even zien in de app. Dat betekent dus dat we 14% van de accu verbruikt hebben. Als ik nog even kijk naar de status op dit moment. Hij is nog aan het ontladen met 1,5 ampère. Komt dat er nog een lampje brandt. En hij zal altijd iets stroom verbruiken. Als we morgen vroeg wakker worden en opstaan, dan ga ik nog een keer kijken hoe het dan met de accu gesteld is. Laat dat ook even zien. En dan begint een nieuwe dag en gaan we opnieuw opladen. Het is inmiddels 10 uur 's morgens, de zon schijnt weer volop en dat betekent dat de accu alweer aan het opladen is. Op dit moment is die 84% geladen en hij laadt op dit moment met 4,3 ampère op. Dat betekent dat er elk uur weer 4,3 ampère bij komt. En als we zo doorgaan, dan is die in 3 uur weer helemaal volgeladen. Het is inmiddels 3 uur en het is loeiheet, strak blauwe lucht. Dus de zon die brandt op het zonnepaneel. En die accu die staat al lang weer op 100%. Hij staat dus in de standby modus. Dat betekent dat hij niet meer oplaadt. Ook niet aan het ontladen op dit moment, omdat er geen apparaten verbonden zijn. Dus wij gaan gauw weer iets achter de lader zetten om te profiteren van deze gratis energie.